Naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij deel 2 van aflevering over het wierookgebed. We hebben afgesproken, we gaan het zowel voor het avond- als het ochtendwierookgebed hebben. Daar ga ik gelijk mee beginnen. Wat is nou het verschil tussen het avond- en het ochtendwierookgebed in het gebed? Nou, tijdens het avondgebed gedenken wij het gebed voor de overledenen. Klinkt ook een beetje logisch. Avond, einde van de dag, herdenken wij eigenlijk dat zij het einde van hun leven hier op aarde bereikt hebben. En dat wij eigenlijk, ten eerste herdenken wij de mensen die overleden zijn zelf, en herdenken wij ook dat wij ons klaar moeten maken, omdat het eigenlijk al nadert het einde van ons leven hier op aarde. Dat leven hier op aarde is voor ons eigenlijk een kleine periode wat we ervaren, en vervolgens verwachten wij en hopen wij op het leven in de hemel. Dat zeggen we tijdens het avondwierookgebed. Tijdens het ochtendwierookgebed zeggen we twee andere gebeden, namelijk het gebed voor de zieken. Dat is eigenlijk in de ochtend, omdat je het kan het een beetje vergelijken met een ziekenhuis, dat ze deuren opent in de ochtend om alle zieken te ontvangen en ze te genezen. En het gebed voor de reizigers. En dat heeft eigenlijk een beetje met onze geschiedenis te maken. Vroeger was het helemaal niet gewoonlijk om 's avonds te reizen. Was het eigenlijk alleen normaal om overdag te reizen. Dat je de licht van de zon kon je goed kijken en dan kon je reizen. Dat is de reden waarom het gebed voor de reizigers alleen overdag of alleen tijdens het ochtendwierookgebed gelezen wordt. Op zondagochtend is er een specifiek gebed, namelijk het gebed voor de offeranden. Dat zeggen wij in plaats van het gebed voor de reizigers. En het gebed van de offeranden is eigenlijk, komt ook weer van een oude traditie. Vroeger was het niet gewoonlijk of niet toegestaan om te reizen op zondag. Was het alleen toegestaan om zondag te gebruiken om offer te geven aan God. En omdat we dan niet reizen, is het gebed van het gebed voor de reizigers vervallen of in plaats genomen door het gebed voor de offeranden. Deze gebeden is dus, die volgen dus na de verzen van de cymbalen. Dus de priester die bidt deze gebeden, afhankelijk of het ochtend of avond is, welke gebeden. En vervolgens zal de priester verder gaan met het offeren van de wierook in de gehele kerk. Hij komt bij de iconen, hij komt bij de doopvont, hij komt bij de plek waar de Bijbel staat. Overal in de kerk zal dan wierook geofferd worden. Het is immers een wierookgebed. Vervolgens, terwijl de priester dat doet, zijn de diakenen bezig met de doxologieën. Hier weer herdenken wij eigenlijk al heel veel heiligen in onze kerk. Zowel de apostelen als de heiligen van de kerk, Sint Marcus, onze apostel van Egypte. Heel veel heiligen herdenken wij tijdens de doxologieën. En gedurende dat is de priester bezig met het offeren van wierook in de gehele kerk. Vervolgens komt er een moment voor de geloofsbelijdenis. Onze geloofsbelijdenis herhalen we eigenlijk in bijna al ons gebeden, omdat we eigenlijk altijd ons geloof moeten belijden tijdens het lofprijzen. Waar geloven we nou precies in? Dat staat precies in geloofbelijdenis. Eigenlijk is het een hele mooie tekst waarin precies ons hele geloof, ons hele dogma uitgelegd in staat. In waarheid geloven wij in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, voor alle tijd geboren uit de Vader, licht uit licht, waarachtig uit de ware God. Vervolgens zien we een stuk wat eigenlijk heel veel van ons ook heel mooi vindt. Evnoti Nainan, en dat is precies de vertaling, is het vragen van Gods genade. God, gedenk ons. Heer, ontferm u. Evnoti Nainan. De priester houdt dan een kaars en drie kaarsen en een kruis vast. En dan vraagt hij dus genade van God namens heel het volk. Het is ook een gebed waarbij je eigenlijk ziet dat de priester en het volk elkaar steeds antwoorden. Hij vraagt Gods genade, wij antwoorden met amen. Dus dat is steeds een interactie tussen de priester en het volk, waarbij we echt expliciet vragen om Gods genade. Mo'ut nem li'on, chen te mi'on.
Vervolgens komen we bij het gebed voor het heilige evangelie. Daar wil ik even stil bij staan. Want het gebed voor het heilige evangelie is ten eerste een gebed waarin de priester en de diaken en het hele volk eigenlijk vraagt om het woord van het heilige evangelie te mogen ontvangen. Het heilige evangelie is niet zomaar een woord. We behandelen dat ook echt expliciet met een specifiek apart gebed voor het heilige evangelie om het te kunnen begrijpen, om het te kunnen aanvaarden en ook vervolgens te kunnen toepassen in ons eigen leven. Wat we zien tijdens het gebed voor het heilige evangelie, dan zien we dat de priester met de evangelie in zijn hand rondom het altaar gaat. Waarom doet hij dat? Nou, het staat symbool voordat de evangelie of het woord van God verkondigd is over de hele wereld. En vervolgens zien we ook een diaken die iets eigenlijk heel aparts doet. Die staat net achter het voorhangsel, verstopt zich daarin en die steekt zijn hand uit met een kruis en die zegt eigenlijk: sta op in Gods vrezen en luister naar het heilige evangelie. Ofwel stasite metavovo seo akosomen to agio evangelio. Waarom zegt hij dat en waarom doet hij dat op deze specifieke manier? Eigenlijk kunnen we dat heel logisch uitleggen. Ten eerste, we zijn aan het voorbereiden om Gods woord te aanvaarden. Wat is ook alweer Gods woord? Dat kunnen we zien als Jezus zelf. We willen Jezus in ons leven aanvaarden. Hoe doen we dat? Of wat was er in zijn tijd gebeurd? Wat was de voorbereiding op de komst van Jezus? Namelijk Johannes de Doper. Johannes de Doper was eigenlijk de voorganger van Christus. En die bereidde het pad voor zonder zelf alle eer te nemen. Hij zei altijd: bereid jezelf voor, Christus komt. Bereid jezelf voor, de verlosser komt, de Messias komt. Hij zei nooit: luister naar mij, word discipelen van mij, ik ben de grote profeet die jullie iets verkondigt. Nee, hij gaf altijd alle eer aan Jezus zelf. En dat is wat de diaken ook probeert na te bootsen. Geef alle eer aan Jezus zelf, maar hij verbergt zich achter het voorhangsel, zoals Johannes zich uiteindelijk ook heeft verborgen in de woestijn om alle eer aan Christus te geven. Christus onze God die gezegd heeft tot zijn heilige en erwaardige discipelen, zijn rijke apostelen, talrijke profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat u ziet en hebben het niet gezien en te horen wat u hoort en hebben het niet gehoord. Maar u zalig zijn ook omdat zij zien en zalig zijn u omdat zij horen. Maak onze waardig naar de heilige evangelie te luisteren en ernaar te handelen door de voorbidden van uw heilige. Bid voor het heilige evangelie. Heer, ontferming. Gedenk ook onze meester allen die ons gevraagd hebben om hen te gedenken in onze gebeden. Smeek niet, weet het, o Heer, onze God opheffen. Geef hun die ons voorgingen en ons slaaf zijn de uw gerust en genees de zieken. Want u bent onze aller leven, onze aller verlossing, onze aller hoop, onze aller genezing en onze aller vrijzenis. Dat heel kort over het gebed van het heilige evangelie. Volgens zal het heilige evangelie gelezen worden en indien er tijd is, geeft de priester mogelijk ook een preek. Sta op in Gods vrezen en luister naar het heilige evangelie. De lezing uit het evangelie volgens Sint Matthäus zijn zegen. Shaini, you have been naughty, be Shaini, Tini, Ine, Ami.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze Verlosser, en ons aller Koning Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. Waarom geven priesters een preek in de kerk? Het is belangrijk om te blijven leren en soms is het ook makkelijker voor bepaalde mensen in de kerk om de tekst van de evangelie te kunnen begrijpen. De tekst van de evangelie kan lastig zijn in sommige gedeeltes. De priester kan het dan vereenvoudigen. Vervolgens zien we, gebeurt vaak in stilte, zien we niet, dat de priester nog 5 extra litanieën doet. Dat zijn eigenlijk verzoeken van ons aan God, dat wij vragen voor de vrede. We vragen om de vaders, dat God ons, dat God hun een sterk en goed leven geeft. We vragen voor de plaats, we vragen voor de natuur en we vragen voor de bijeenkomsten. Bijeenkomsten, dat kunnen we zien als al onze diensten in de kerk. De priester doet dat vaak in stilte, omdat ze al regelmatig gebeden worden, deze gebeden, in de kerk. يا رب ارحم كان من القاسم مسكونا الى اقصائها اذكر يا رب رئيس كانت من بابا معظم الانبا تودروس الثاني شريك في الخدمه الرسوليه ابينا الاسقف المكرم الانبا ارساني صلوا من اجل رئيس كانت من بابا الانبا تودروس الثاني بابا بطريرك رئيس شقيقه المدينه العظمى الاسكندريه وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا أرسالي وسائر سقفتنا الأرثوذكسية يا رب ارحم حفظ نحفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة هادئة مجيدة أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أجرات أبائنا الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة يا رب ارحم كل مدينة وكل كورة والكرة وكل زينتها نجنا كلنا من الغلاء والوباء والغرق والحريق وسبي البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الهراطيق يا رب التي يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم سيدك من دار كلامتك فرح وجه الارض ليروح حرسها ولتكسر اسمار عدا للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك اكليل السنه بصلاحك من اجل فقراء شعبك من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف ومن اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اسمع معنا حسب صلاحك يا معطينا طعامك لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذا يكون لنا الكفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب اذكر يا رب اجتماعاتنا بارك صلوا من اجل هذه الكنيسه المقدسه واجتماعاتنا يا رب ارحم ان تكون لنا بغير منع والعاق نصنع مشافك المقدسه الطوبويه بيوت صلاه بيوت عرب بيوت
البركة. أنعم بها علينا يا رب وعلى عبيدك الأجيل بعدنا إلى الأبد. قم أيها الرب الإله وليتفرج جميع أعدائك قل يا رب من كذاب ويهب كل مبغض لاسمك القدوس. وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يسعون رتب النعم والرأفات المهم يبعد خناك ورأت بدن المنزفار. Vervolgens komen we al bijna richting het einde. Dus dan hebben we het evangelie gehad. Hebben we de 5 litaniën, dus de verzoeken aan God gehad. En vervolgens zijn er nog 3 absolutiegebeden. En de absolutiegebeden, dan smeekt eigenlijk de priester aan God om ons de absolutie te geven. Wat vraagt hij dan? Hij vraagt ons om Gods kracht te vragen om de duivel te overwinnen. Hij vraagt ons om waardig te zijn om de hemel te bereiken. En hij vraagt voor onze vergeving van de zonde. En na dat allemaal, dan komen we eigenlijk al bij de afsluiting. En dan zien we dus eigenlijk dat het een hele mooie nabootsing is van de hemel zelf. We proberen met het wierook onze harten op te stijgen naar de hemel, nadat we eigenlijk in de avond aanbeden hebben en als voorbereiding voor de heilige liturgie. Meester, Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, het woord van de Vader die alle boeien van onze zonden verbroken heeft door zijn verlossing levendgevende lijden. De blies aan het aangezicht van zijn heilige discipelen Rijn Abosman en zij ontvangt de heilige geest wie geen zonden vergeeft, die zijn zij vergeven, wie geen zij toerekent, die zijn zij toegerekend. En nu ook onze meester hebt u door Rijn Abosman voor altijd aan hun werkend priesterschap in uw heilige kerk de genade gegeven om op aarde zonden te vergeven en om alle boeien der onrechte waardigheid te binden of te ontbinden. En nu ook vragen dat wij God hebben die mensen die heeft ten behoeve van uw dienaren. Mijn broeders en mijn nederigheid, degene die hun hoofden buigen voor uw heilige glorie, schenk ons ontferming en verbreek alle boeien van onze zonden. Mochten wij tegen een gezondigde hebben weten door van weten door de smart van het hart, door dat woord, door een wankelmoedig hart, o meester die weet hebt van de menselijke zwakte, uit die goede en menslievende wind, o God, begenadig ons met de vergeving van onze zonden. Zegen ons, reinig ons, schenk ons de absolutie en schenk heel uw volk de absolutie. Vervul ons met vrezen voor u, legt onze oog tot uw heilige en goede wel, want u bent onze God en glorie, eer, roem, aanbidding, komen aan toe. Met uw goede Vader, leven, wezen, gelijk, heilige geest, man, altijd, tot de eeuw der eeuwen. Amen. Dit was het filmpje over het wierookgebed, zowel het avondwierookgebed als het ochtendwierookgebed. Ik zie jullie volgende keer weer en dan gaan we verder in deze serie. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. Amen.